Ach, jee, nee. Bij mij in de buurt, de legendary respawn. Ik kom letterlijk net van de ocean biome. Ah, nee, de eerste is er gewoon. Ik zie opeens die melding oppoppen. De eerste is al in de game ergens. Het moet dan bij mij zijn, want ik ben inderdaad bij water in de buurt, ja. Yo kijkers, van Duffy Meer en van Gas Games. Welkom bij aflevering 2 van deze Pokémon Battle serie. Ik zei tegenover mijn rivaal, lelijke Gas Creeper. Hallo. Hey, lelijke Mario. Wij beginnen vandaag, mensen, in het Pokécentrum waar wij gisteren allebei niet zijn geëindigd. In mijn waypoint zie jij ergens aan de verte staan. Daar ga ik zo meteen weer terug naartoe. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Dylan. Yes. Wij hebben even een kleine update tussendoor doorgevoerd. En dat heeft met name te maken met deze shopkeeper. Als er namelijk hier nu in staat er... Hey, welkom bij de Rewind Shop. Je kunt hier diamonds ruilen tegen Evolve Stones. Zoals je kan zien, de prijzen zijn inmiddels allemaal perfect geüpdate. Met name ook ultraballen, greatballen en pokerballen. Maar daar komt bij kijken. Hier mogen we nu geen gebruik van maken. Dit mag alleen op zondag. En we mogen dan ook alleen maar er gebruik van maken met de diamanten die we hier hebben gewonnen. Dus al mine ik in een week 100.000 diamanten, heb ik er niks aan in deze shopkeeper. Nope. Dat is in ieder geval één belangrijke update. Dylan, voor de rest gaan we ondertussen denk ik wel lekker lullen, want ik wil door. Ja, ik wil ook door. Maar we moeten het natuurlijk nog wel even hebben over bepaalde dingen. Ja, en meteen één ding. Ik ga je meteen in de reden vallen. Wat je meteen ook al voor de opname zei. Jullie zien nu meteen in beeld een lijn staan waar ik naartoe tp en Dylan naartoe tp. Dat is wanneer we onze waypoints gebruiken. En dat wou ik toch even gemeld hebben voor de mensen die denken van, waarom staat dat daar? Dat zijn de waypoints. Ja, inderdaad. Dat is gewoon als je naar je waypoint toe teleporteert, dan heb je gewoon even een melding in beeld. Zo van, hij is daarheen geteleporteerd. Dat is normaal natuurlijk alleen voor de OP's, om zo maar te zeggen. En ja, we zijn allebei OP. Dus ja, we krijgen dat te zien. Dat is wel zo. Ja, jij had natuurlijk al trouwens je tweede Pokémon, hè? Klopt. En de XP shares trouwens. Ja, dat is misschien wel leuk om daar even op in te haken inderdaad. Want Dylan, ik wil het toch nog eventjes hebben over de XP shares. Aangezien daar bepaalde regels voor zitten, wil je dat ik het vertel? Ga jij het vertellen? Zeg het. Nou ja, ik zal het wel even doen. Kijk, je kan natuurlijk van de Mob Tower uiteindelijk XP shares krijgen. Wat logisch is. En we hebben het eigenlijk zo gemaakt. Want kijk, het kan natuurlijk zijn dat ik bijvoorbeeld een XP share al krijg. Van een masterball loot ergens. Of van de tower uiteindelijk. En dan heeft Guido die misschien nog niet. Nou is het dus zo, een normale XP share is geen probleem. Die kun je gewoon gebruiken wanneer je wilt. Maar een XP share al mag je maar 2 dagen in de week gebruiken. En daar komt nog eens bij kijken, vind jij de XP share, maar de ander heeft nog geen XP share al, dan kun je hem dus maar 1 week gebruiken. Daarna moet je wachten totdat de ander ook een XP share al heeft. Anders is het natuurlijk niet eerlijk. Dan kan ik bijvoorbeeld, als ik de XP share krijg, ontzettend hard doortrainen. En dan komt Guido op een gegeven moment met veel lagere Pokémon op de battleground. En dan is het zo van, shit, wat nu? Ja, dat is eigenlijk wat we omtrent de XP share nog hebben bedacht. En ja, dat was het eigenlijk ook wel. Dus we kunnen eigenlijk nu... We hebben ook even wat reacties natuurlijk voor de rest nog bekeken, ook die jullie de kijkers hebben achtergelaten. Want we zeiden ook, heb je een idee, heb je een tip, een trick, wat dan ook. Laat het of course gewoon achter. Wat we met name ook hebben gezien, dat jullie de kijkers vooral ook gewoon inderdaad 20 minuten voor een aflevering vinden jullie fijn, leuk om naar te kijken. Ik moet zeggen, de support op beide video's, zowel vanaf Dylan zijn kanaal en natuurlijk van mijn kanaal Duffy Meer, is insane. Dankjewel natuurlijk daarvoor. Ik bedoel, enorm veel views, enorm veel likes, veel reacties. Jullie vinden het leuk, dus dankjewel natuurlijk daarvoor. En wat we zeggen, ja, 20 minuten zullen ongeveer dus de afleveringen worden. Waar wij nog wel over moeten, nou niet per se discussiëren, maar waar we nog wel over kunnen hebben, is de laatste aflevering. Kortom, dat zou dan op zaterdag zijn, voordat de battle begint. Om dan een langere aflevering te gaan doen, van 25 tot 30 minuten. Maar ik denk dat wij daar samen nu wel uit kunnen komen, Dylan. Van wat vind jij daarvan? Vind jij dat dat nodig is? Vind jij dat niet nodig? Nou, zeker wat betreft eigenlijk dat je nog je Pokémon moet trainen uiteindelijk, is het misschien wel handig dat we inderdaad ietsjes langer de tijd hebben op een aflevering om dan nog alsnog, zeg maar, je Pokémon in die tijd te kunnen, iets extra te kunnen trainen. Dus ik ben het er eigenlijk wel mee eens dat we dan lekker nog eventjes wat extraatjes hebben, zeg maar. Ik vind dat op zich ook helemaal geen enkel probleem, want ik heb ook gemerkt aan het feit hoe we nu al de eerste aflevering hebben gedaan. Ik ben niet heel veel opgeschoten, dat zeg ik maar gewoon heel eerlijk.
Nou ja, ik kan je melden, ik ben nog steeds niks opgeschoten. Ik moet nu ondertussen minen en dat soort dingen. Maar dat voor de ultra, maar voor de balletjes. Hoeveel langer gaan we dan op zaterdag doen? Ik zelf vind op zich een half uur tot zelfs misschien wel 35 minuten, gek genoeg, vind ik op zich helemaal geen enkel probleem. Nee, ja, kijk, het is natuurlijk wel de aflevering voordat we ons klaar moeten maken voor de fight, hè. Nog even één vraag tussendoor. Mochten we nou shardstones, mochten die wel of niet minen? Ja, ik vind persoonlijk van wel. Kijk, stel, de eerste paar weken, het kan best zijn dat jij een Growlithe vangt of zo. En dat jij zoiets hebt van, ik wil een Arcanine. Maar je kan voor de rest niet aan die stones komen door alleen ze te kopen, zeg maar. Dus ik denk dat het wel een beetje, reëel is als we het toch ze minen, denk ik. Oké, is goed. Nee, dat is dan duidelijk. Dan weet ik dat ook. Dan inderdaad kan ik hier en daar wel een bepaalde stone gaan minen. Ik zie dat Dylan inmiddels ook alweer iets voor elkaar heeft gekregen, hoor. Ja, ik ben eventjes wat tools in elkaar aan het zetten. Want ik moet zo meteen toch naar even onder de grond gaan om even wat cobblestone en alles te gaan verzamelen. En weet ik veel. Dat moet natuurlijk ook gebeuren, hè? Ja, dat is zeker waar. En ja, dat moet allemaal tijdens de trainingstijd. Dus dat is... Ja. Ik heb het hard hier. Ja, kijk, als we dat uiteindelijk hebben, weet je wel, dat je een heleboel iron hebt meegenomen, is het helemaal geen probleem meer. Maar eigenlijk, je moet nu nog een anvil maken. Je moet dan nog voor de rest wat iron verzamelen, voor natuurlijk onderkantjes. En ik heb al geen pokeballen meer, dus ik kan mijn team niet eens meer uitbreiden. En dat is wat mij nu best wel erg triggert, om zo maar te zeggen, want... Ja, jij kan nu uitlopen. Je hebt er zelfs al twee in principe. Maar het uitlopen, moet het wel goed gaan ook aan mijn kant, hè? Ja, oké. Want jij bent net aan het praten, maar ik heb niks gezegd, maar het was bij mij even zo van... Oh, moment. Maar ik kan je wel vertellen, ik heb alvast even een ruby pickaxe. Oh, heerlijk. Ik mine gewoon één stukje naar beneden, of een paar stukjes naar beneden bij mijn huis en ik vind gewoon drie rubies. Dat heb je gewoon in game mode neergezet, kappa. Ja, sowieso. die komen zo mooi uit. Ik heb echt zoveel zin hier in deze serie en het is tegelijkertijd zo moeilijk. Je moet zo goed nadenken. Ja, en hoe? Je moet echt gewoon de hele tijd wel nadenken van wat je inderdaad gaat doen. En is het nu verstandig voor mij om een normale mine te gaan maken? Handmatig? Nee. Ik ga denk ik toch maar even op zoek naar een door de wereld gespande mine. Want dan kun je gewoon inlopen en dan kun je even kijken of je wat rondvindt. En dan geef ik alsnog ook weer een tip aan jou, dat jij niet dadelijk zelf gaat zitten minen. Ja. Net zoals gisteren met de apricorns. Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Even kijken, ik heb hier silicon. Nou ja, dat hebben we niet echt nodig, maar... iron. Kom maar hier. Hoppakee. Oh, en ik zie... Oh! Ja. Ik zie allemaal bauxiet hier ook nog. En nog meer iron, allemaal kool. Oh. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk ook kijken van, goh, hoeveel pokeballen ga je nou uiteindelijk erbij maken of greatballen, ultraballen. Want hoeveel tijd ga je natuurlijk ook eraan spenderen. Ja, dat is sowieso iets. Kijk, ik kan nu wel de hele tijd gaan zitten minen, maar wat ik ga doen, ik ga een klein beetje kool verzamelen. Ik ga zorgen dat ik genoeg heb voor 10 onderkantjes of zo en een anvil. En dan ben ik hier zo snel mogelijk... Ja, die is ook nog eens 9 iron, dus... je bent sowieso al eventjes bezig met het verzamelen van iron. Dan moet je het nog omsmelten. Eer dat ik zo meteen extra pokeballen heb. Kun jij deze aflevering nog iets kan doen? Ben jij bijna op het einde van de aflevering? Mag ik zeggen? Nou ja, dat is in principe ook zo. Want ik sta nu hier gewoon in een mine. Ik heb nu wat kool, ik heb wat iron, maar nog langer niet genoeg. Dus ja, het is... Wacht, jongen, wanneer de zin komt een legendary als spawnt en dan gewoon ergens... Oh, dan word je ook helemaal gek. Ja, kijk, bij mij kan hij nu niet spawnen, maar ik weet niet wat voor biome jij natuurlijk zit. Nou, ik weet natuurlijk ook niet wat allemaal geactiveerd is qua biome en alles, hè? Het is zeg maar, het is ongeveer, je kan het zien van twee biomes van je vandaan, is ongeveer de maxgrens waar die gaat, of dat zeg ik een beetje heel raar, maar... Wat in ieder geval, biomes om jou heen? Twee chunks, drie chunks om jou heen, dat is toch ongeveer wel, waar je moet zoeken, niet veel verder. Misschien een keer 5 chunks van je af. Maar het is niet zo dat als jij bijvoorbeeld een kwartier geleden door een jungle heen bent gegaan, dat dan nog steeds daar een legendary kan spawnen. Nee, precies. Oké, nog meer iron hier. Yes, kom maar even hier. Heel hard aan het gaan, zeg. Ja. Ik ben aan het twijfelen, moet ik gaan doen? Nog meer. Oh, dit is een lekkere iron. Hoppakee, weer 5 stuks erbij.
Ja. Die man gaat hard op mensen. Oh, hier nog meer eigen. Nog eens 4 erbij. 5, 6. Oh. Ja, oké, even kijken. We hebben al 23 iron. Iron, mate. Iron, dat betekent dat we genoeg hebben voor de anvil en onderkantjes. Dus ik denk dat ik je zo pleiten moet gaan, maar ik zie nog meer iron. Dat kan ik dan niet laten zitten gewoon. Ook al kost het me tijd. Oh, dit is ook weer gewoon 6 stuks. Als ik een vraag heb bijvoorbeeld over hoe je uiteindelijk een anvil maakt, wanneer ik hem ga maken, dan geef je wel eerlijk antwoord. Ja, jawel, jawel. Nee, kijk, het is niet zo dat we helemaal rivaal zijn. Het gaat natuurlijk er alleen om dat wij onze Pokémon zijn rivaal tegen elkaar, weet je wel. Ja, oké, okay, ja, nee, toch even een vraag, weet je, van dadelijk heb je zoiets van, nee, ga ik niet zeggen. Ja, oké, okay, dan weet ik dat, maar dan moet ik alvast een bepaalde site gaan openen, dat moet allemaal. Ja, ik zou zo El Nasty kunnen zijn, maar nee, ja, ik hou het wel gewoon een klein beetje nog wel vriendschappelijk, denk ik. Klein. Nee, dat ben ik ook, dat ben ik dan ook tegen jou. Voordat ik al flink wat iron heb, zeg ik dan ook eerlijk. Oh, dus jij bent ook gewoon aan het minen? Of ja, heb kijk, jij dat als ik op het gebied ben waar letterlijk caves voor je neus open liggen aan alles erop en eraan, dan kan ik dat niet aan mijn neus voorbij laten gaan. Nee, ja, daar heb je wel een punt inderdaad. Ik weet niet hoeveel veel iron is, zeg maar... Hoeveel had jij er? Wacht even. Ik hak even alles wat ik nog zie, hak ik even weg. Ik zo. Doe rustig je ding. Ik heb, om precies te zijn, 52. Oké, dan heb je wel best wel wat meer dan mij, want dat is vrij logisch, maar... Ja, en ik ben nu ook wel even klaar met minen, om heel eerlijk te zijn, want we zijn al 11 minuten bezig. Dus dat betekent dat ik moet nu alles nog omsmelten, jongens. Ja, wat moet ik daar nou voor zeggen? Oké, daar wat in doen, even kijken. Iron stack door vieren splitsen, zo, hoppakee. Hoppakee. Dat is waar we alles door elkaar gaan doen. Ja, oh, nou gaat het echt de verkeerde kant op. Ik ben als ik zo ga beginnen, dan weet ik dat ik op moet schieten en dan gaat alles chaotisch. Alles in een kist, zo. En dan mag ik je een tip geven? Rust, ja, ik weet het. Pokémon trainen. Ja, oh. Oh, triggered. Oh, dat kun je echt niet maken wat je nou doet. Ik heb nog 2 en veel... Ik denk steeds als er zo'n zin zeg maar in beeld komt. Legendary. Dat dan een legendary is gespant, ja. Ja, trigger je maar echt mee. Oké, hier nog wat kool in doen. Even kijken, dan moeten we sowieso de blauwe en de rode wil ik alvast omzetten. Zo, even kijken, hier wat kool, daar wat kool, hoppakee. Blauw en de rode, gaat voor Great Balls? Ja, nu nog wel. Ik heb nog niet zoveel zwarte, om zo maar te zeggen, en nog niet zoveel gele. Die heb ik net weer even opnieuw geplant. Oké. Ah nee, dat kan zeker. Oké, even kijken, ik heb hier nog meer rode, nog meer blauwe. Want hoe maak je ook weer een anvil? Een omgedraaide body, om zo maar te zeggen, met het lege blokje naar de linkerkant. Oké. Zal ik eens even gaan kijken? Oké, even kijken, ik heb ook genoeg iron nu omgezet. Oké, en dan moet ik ook nog een hammer zo hebben. En eigenlijk had ik mijn rubies moeten bewaren en nieuw extra rubies voor een hammer. Maar ja, nu moet ik iron gebruiken. Nou ja, is dan niet anders. Even kijken, zo. Anvil, die komt dan op onze lege spot hier te staan. En dan moet ik nog een hamer maken. Oh jee. Maar een hamer heb je kapot veel van nodig. Ja, 5 iron. Ja. Dus ja, dat zijn ook... Oh, maak ik een button. Nee. Die heb je ook nog nodig uiteindelijk. Ja, maar niet die button. Je zei een body op de kop, zei jij, en dan? Een body met het lege stukje naar de linkerkant. Ah ja. Ja, oké. Okay, ja, dat was de meest duidelijke uitleg die ik kon geven. Klopt zeker. Even kijken. Zo. Die kan ik dan alweer... Was 2 blauw en 1 rood volgens mij. Ja, oké. 2 blauw, 1 rood. Oké, 6 great balls heb ik tot nu toe. Heb ik nog meer blauw? Ja, ik heb nog 2 blauw. Oké. Even kijken, die weer in het midden, dan kan ik nog... Er is iemand blij, hoor. Ja, ik kan 8 greatballen maken. 8? Ja. Not bad at all, mate. Nee, daarom, dat betekent sowieso dat ik een... Nou, tenminste, ho, ik wil niet sowieso zeggen, even... dan krijg ik daar weer bad luck, weet je al. Maar er is een grote kans dat ik hiermee een betere Pokémon kan vangen. Dat is zeker waar. De een maakt greatballen, de ander maakt ultra ballen. Verschil moet wezen. Ja, maar ja, als je al meer geel en zwart hebt, dan heb je of beter geplant, of heel veel in het wild ook nog eens gevonden. Waarom kan ik mijn iron niet op mijn anvil plaatsen? Dat is een grap. Je iron niet op je... Heb je hem wel onderkantjes van gemaakt? Oh nee, gold
Ja, ik denk, zeg het maar even. Ja, nee, klopt. Terwijl ik hier nog meer bauxiet vind, zomaar onder mijn huis, neem ik natuurlijk wel gewoon even mee. Tuurlijk. Bauxiet is ook weer belangrijk. Want stel, ik zit er ook nog wel aan te twijfelen om binnenkort dan eens een keertje een fossiel Pokémon op te poppen, denk ik. Maar aan de andere kant, die komt wel vanaf level 1, hè? Ik zou zeggen, het is een leuk, alleen het is behoorlijk hardcore. Oh, en ik heb nog maar 5 minuten. Heb je wel een Pokémon battle gedaan vandaag? Nou, ik heb mijn Pokémon misschien net een keer 10 XP gegeven. Oh, nou kom je er wel vandaag. Oh, nee. Kom op. Ja, dit is echt niet leuk. Oh, wacht, ik moet mijn cobblestone nog in de oven doen. Zo, hoppakee. Is iemand echt moeilijk vandaag? Ja, zo, en vertel mij wat. Ik ben alleen nog maar supplies aan het verzamelen geweest. Nou, ik heb nu eventjes ultraballen gemaakt, joe. Gotta catch them all. Ja, kijk eens, hij krijgt gewoon... Oh, hoeveel heb je er? Eerlijk. Oké, ik heb 3. Oeh. Ja, maar de kans dat je daarmee een 40 Pokémon vangt is aanwezig, hè? Die is zeker aanwezig, absoluut. En je moet ook... Zeker waar. Oh. En ondertussen zie ik alweer nieuwe zwart, dus dat kunnen we de volgende aflevering gewoon rustig meer maken. Oh. Ja. Oh. Hij zegt ook maar gewoon eerlijk. Ja, ik moet nog even kijken, wat heb ik nou nog aan rode en apricorns en blauw? Niet genoeg. Ik moet nog 1 blauw hebben. Dan kan ik 10 ultraballs of greatballs maken. Kom op, blauw even omsmelten. Hoppakee. Ondertussen dat we ultra of greatballs aan het maken zijn nu. En mijn Froakie nog steeds maar level 9 is. Zo, we gaan er weer vandoor. Oh, hij is er alweer vandoor. Ja. Hij heeft nog 3,5 minuut om dingen te doen. Ik ben nog steeds bezig met pokeballen maken. Ja, het verschil moet wezen, Dylan, zeg ik altijd maar zo, hè. Oh, ik ga echt zorgen dat ik zo snel mogelijk zo'n oven heb. Zelf een oven. Oh, nu zit ik ook nog allemaal mis te drukken en oh nee. Guido, dit wordt echt een drama voor mij. Ja. Ja, ik ben niet helemaal goed begonnen, denk ik. Denk het ook niet, nee. Oké, zo. Kom op. Dit mag wel iets sneller, ik wil diamonds. Ik moet echt diamonds hebben. Dit gaat veel te langzaam met zo'n iron hamer. Diamonds? Ja, om een hamer te maken. Ja, maar ik ben gewoon benieuwd, hè. Maar je weet dat je maar 6 Pokémon mag vangen. Of 5 mag vangen. Hoeveel dingen ben je van plan om te helemaal te... Snap je? Ja, nee, ik snap wat je bedoelt, maar... Kijk, snap dat jij wel denkt aan het vervolg, denk ik allemaal. Snap ik allemaal wel. Alleen, of dat nu heel boeiend is om dat nu volop te blijven focussen... Nou ja, weet je, kijk... 10 greatballen. Het is nog niet veel, hè? Het kan... Kijk, stel je gooit een keer mis, of het gaat een keertje... Ja, niet zoals het hoort. Dan heb je absoluut een punt, maar... ik bedoel, dat kan je ook op dat moment doen. Je kan ook eerst nu Pokémon gaan vangen en dan... Je weet, vind je in de game nog wel een Pokéball ergens? Misschien ga je nog wel iets geks ontdekken. En dan ben jij nu alleen maar bezig met het maken van Pokéballen. Ja. Oh, och, jee, nee! Bij mij in de buurt, de Legendary Respawn. Die komt letterlijk net van de Ocean Biome. Ah, nee, de eerste is er gewoon. Ik zie opeens die melding oppoppen. De eerste is al in de game ergens. Het moet dan bij mij zijn, want ik ben inderdaad bij water in de buurt, ja. Wauw, de Legendary is in de game, hoor, mensen. Ja hoor, het is alweer zover. De eerste die spant al gewoon weer. En... Ik heb net weer erom door die fucking zin van jou, maar... Oké, nou goed. We zijn nu ready om nog 1,5 minuut de Wilde Westen in te gaan. Zo, hé. Je gaat heel eventjes de Wilde Westen in, mensen. Wie had dat gedacht? Ja, wie had dat gedacht? En dan moet je ook nog maar eens iets zien te vangen. Of nou iets... Ja, niet per se zien te vangen, zien te trainen ook. Want kijk naar je level van je Pokémon, like... Bro. Ja, dat is zeker waar wat je nu zegt. Want mijn Pokémon is echt laag. Ik weet niet hoe hoog jouw Execute en jouw starter al zijn. Ze zijn allebei in de 2 cijfers. Oeh, ja, dan loop ik best wel een stukje achter al, inderdaad. En kijk, je kan ook zeggen wat voor level, maar ik wil het ook een beetje spannend houden. Ja. Net dat gisteren heel vroeg van, hè, wat is jouw level Pokémon? Ja, dit, dat, een beetje, die. Ja... Ik zit... Oh, Magikarps, kom hier. Weet je wat ik ook wel grappig vind trouwens? Is nou? Dat wij allebei totaal niet achter een Legendary aan het gaan op het moment. Wat op zich logisch is natuurlijk, maar hè? Snap wat ik bedoel? We gaan er gewoon absoluut allebei niet achteraan. Nee, ja, maar waarom zouden we op dit moment, weet je? Ja, maar normaal gesproken denk je, oh, Legendary! Of überhaupt wat willen zien of wat dan ook. Maar in dit geval, nee. Het is gewoon helemaal niks gewoon. Ik heb iets geks gedaan. Nou.
En het is niet uitgepakt. Ik ga terug naar de Pokécenter. Wat wou je doen? Ja, ik zag een Wishcash. En ik had zoiets van... Oh, ik ga het gewoon proberen. Maar ja, toen gooide ik een Great Ball en die ging mis. Of tenminste, die ging er niet in. Standig. Ja, ik heb al 2 Great Balls opgegooid. Daarom zeg ik, ik moet er meer maken. Ja. Ik denk echt, Dylan, en dat is heel moeilijk, want ik vind het zelf ook moeilijk, terwijl de 20 minuten voorbij zijn op het moment. Ja, ik ga stilstaan. Waar ik sta. Je moet echt geduld hebben. En zoals je ziet, mensen, 20 minuten zijn voorbij gevlogen. Zowel van Dylan's kant als aan mijn kant. Het was pittig. En we moeten morgen allebei enorm veel progressie gaan boeken. Mensen, wij bedanken jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om bij ons allebei natuurlijk even een duimpje omhoog aan te klikken. Klik in mijn beschrijving voor Dylan zijn kanaal. Klik in Dylan's beschrijving voor mijn kanaal. En kijk mekaar's video en noem het allemaal op. Laat tips achter. En mensen, tot de volgende keer. Later.